Dinsdag is muziekdag in Ede tijdens de Harde Week. Natuurlijk Nederland Muziekland. De Summer Evening op het Doelenplein. En vanmiddag al op het Spindelplein spelen heel veel bandjes. Ja, dat zijn eigenlijk bands ja, in allerlei vormen en maten. Je hoort nu een bluesband. We hebben een solist gehad, hè, Eva Almagor. Er komt straks een koor van 85 mensen. En we eindigen echt met soul en met funk, zeg maar. Echt swingen vanavond. Ja. Naar welk bandje kijk je nou het meeste uit? Ja, eigenlijk toch wel naar de slotact. Kijk, zoals Sugarman die nu speelt, is een prima band. Die spelen al voor de vierde keer. Heidewijk Park is ook al vier keer. En we proberen altijd een mooie uitsmijter te hebben. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar ook het koor is toch even een kunst, hè. 85 man. Daar zie ik wel naar uit. En nu op het Spindelplein staat Sugarman, een bluesband. Er wordt al voorzichtig gedanst. En de sfeer zit er goed in. Het is niet druk, maar het is wel gezellig. Eva Almagor. Ja, dat klopt. Alles ingepakt? Ja, alles is helemaal ingepakt. Hoe ging het? Het ging hartstikke goed. Het was heel leuk. Het was de laatste van mijn tour, dus het was wel even zo van... Oh, het is nu echt even voorbij. Maar heel leuk. Ja. Hoe kom je hier zo op de Heideweek terecht dan? Ja, ik heb de afgelopen jaren gigantisch veel podia benaderd. En dat begint zich terug te betalen doordat ik de laatste zomer super veel reacties heb gehad. En dus ook door de Heideweek. Dus vandaar dat ik hier ben. Ja, nou, als ik naar het publiek kijk, staat het wel een beetje leeg, hè? Het was wel leeg, ja. Het is een lastige locatie zo op een looproute. Maar ik denk wel dat er toch een mannetje of 20 wel heel aandachtig heeft staan kijken. En dat is voor mij al voldoende. Want je hebt ook op het podium lag een gastenboek. Klopt. Hebben ze nog wat erin geschreven dan? Ja, ik heb een paar mensen wat dingen zien schrijven. En ik ga dat thuis, neem ik altijd een momentje voor. Dus ik ga het straks thuis allemaal even doorlezen. Wat schrijven mensen over het algemeen in dat gastenboek? Nou, wat ze ervan vinden of waar het ze aan doet denken. Ik heb heel vaak Norah Jones voorbij horen komen. Maar ook, ja, ik heb ook wel een paar keer gehad dat mensen me advies gaven van joh, net wat meer dansbare muziek. Het is heel leerzaam voor mij en heel leuk om de reacties te horen. Ja. We hebben vanavond ook een summer evening, een singer-songwriter avond. Oké, leuk. Tof. Ja. Daar pas jij ook wel in, toch? Ik weet niet of ik mezelf zo in het standaard jasje van de singer-songwriter zou willen zetten. Maar ik begrijp wel dat mensen me daarbij vinden passen, ja. Ja. Hoe zou je zelf je muziek omschrijven dan? Ja, het is een beetje een crossover. De liedjes zijn wel allemaal gerelateerd aan mijn eigen leven. En ik hoop daarmee een soort herkenbaarheid voor andere mensen te hebben. En qua stijl, het is echt een crossover tussen een beetje blues, gospel, soul. Maar het heeft wel een soort catchy pop vibe in zich. Dus het is een beetje een mix. Ja. Gaan we komende jaren nog meer horen van Eva Almagor? Ja, zeker. Ik hoop dat dit echt het begin was, deze tour. En dat de single en de plaat mezelf toch een beetje wat meer op de kaart kunnen brengen. There are brighter skies up above, I presume.